Protocol in zaken ebola ingezet voor reiziger uit Congo. De directeur van het ministerie van Volksgezondheid, Cleopatra Yesrun, is op de hoogte gesteld van een reiziger die in Suriname is geland met de KLM. Deze persoon komt uit de Democratische Republiek Congo, alwaar in enkele staten de ebola heerst. Hierdoor is op 17 juli jongstleden door de World Health Organization, de WHO, verklaard dat er in dat land zich een ebola-uitbraak heeft voorgedaan. Door dit bericht over de komst van de persoon is tijdig het protocol over hoe te handelen met eventueel een persoon die besmet kan zijn ingezet. Het alert is via het International Health Regulations Officers binnengekomen. Binnen dit kader is alertheid in acht genomen en is reeds vroeg hieromtrent contact geweest tussen de directeur en de coördinator van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, NCCR, Jerry Slijngaard. Twee leden van het First Response Team waren meteen gemobiliseerd om richting de Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven te gaan. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. De boodschap.today.